Hi jongens en meisjes. Wat jammer dat ik nou niet bij jullie in de klas kan komen. Maar goed, thuis kun je ook heel goed tekenen. En wie weet, volgende week ben ik er misschien wel weer. En dan gaan we met z'n allen weer een keertje tekenen. Oké, middenbouw. Voor jullie heb ik een hele leuke opdracht bedacht. Ik ga jullie dieren leren tekenen. Dus van allerlei soorten dieren. En wie weet kun je daarna een hele dierentuin tekenen. Ik weet het niet, probeer het maar. We beginnen met iets heel eenvoudigs en dat is een konijntje. Oké, als je het gewoon stap voor stap volgt, zul je zien dat je het ook echt wel kunt. Let op. Het hoofdje van een konijntje of een haasje, mag ook een haasje noemen. Ik doe het een beetje groot, maar je kunt hem natuurlijk ook heel klein tekenen. Hè? Maar ik doe het groot omdat je het dan heel goed kunt zien. Je begint een beetje naar boven, dus niet helemaal onderaan, met het hoofdje. Dus je begint ongeveer hier. En het hoofdje, dat is eigenlijk een soort ei. Kijk. Een liggend eitje. Zie je dat? Dus een eitje met de punt. Ene kant de punt, andere kant iets ronder. Dus een liggend eitje. Daarna teken je er een soort ovaaltje. Plak je er onderaan. Dan zie je hem al bijna komen. Zo simpel is het. En dan zitten er twee oren op. En die oren zijn groot. Dus en met een beetje puntje. En dan gaat hij weer terug. Nog een keer. Daar heeft twee oren. Een puntje. En weer terug. Zie je hem al een beetje? Nou, dan heeft hij een groot oog. En let op, doe het oog op het midden. Dus niet naar de bovenkant, niet naar de onderkant. In het midden zo'n beetje. En maak hem een beetje donker, zodat hij ook meteen kijkt. Zie je? Hoe lager je het oog doet, hoe schattiger die wordt. Dus kijk maar hoe je dat doet. Het neusje. Maak je gewoon een beetje een rondje. Die zet je ervoor. Je kunt nog een heel klein beetje een bekje doen. Dan doe je een streepje naar beneden. En een streepje zo. Dus ik zal het hier even voordoen. Zo is het neusje. Dan doe je een streepje naar beneden. En een beetje zo. Kijk. Dan heeft hij echt zo'n konijnenbekje. Nou, dan heeft hij hier een pootje. En een pootje die zit een beetje rond. Kijk, want hij zit. En dan zie je net als bij een hond. Zie je zo'n half rondje. Doe dat maar eens. En dan zet je hem hier. Een pootje. Kijk. Zo. En dan zou je nog een pootje erbij kunnen doen. Die andere kant zie je niet helemaal, maar je ziet wel zijn voetjes. Ja? En nog heel belangrijk, zijn staartje. Kijk, daar zit zijn staartje. En hij heeft natuurlijk ook nog twee voorpootjes. Die zou je zo kunnen doen. En dan een beetje een rondhangend pootje. 1, 2. Kijk, en daar zit het konijntje. Ah, schattig. Oké, het volgende, of het haasje. Het volgende is een olifant. We gaan hier achter een olifant tekenen. Dan zet ik ze een beetje erachter, dus dan hoef je niet alles te tekenen. Kijk, als ik hier nou door die haas ga, maak ik hier een grote olifant. Dus je kunt hem ook... Nee, weet je wat? Ik doe het voor jullie, omdat het makkelijker moet. Dus dan ga ik naast elkaar zet ik ze. En daarna kun je altijd nog erachter tekenen. Dan zal ik dadelijk uitleggen hoe dat moet. Nou, kijk. Je tekent een boog. Een grote boog, want de olifant is groot. Een poortje. Die heeft een slurf, ik doe het op een makkelijke manier. Hij heeft een slurf, dus die gaat hier naartoe. Kijk, dan zie je al een beetje dat het een olifant wordt. Hij heeft hier een bekje, dat doe je gewoon zo. Een half rondje omhoog. Half rondje naar beneden. En die doe je niet zo ver als het eerste. Zie je, die doe je iets korter. Dit wordt zijn bekje. Dan ga je een poot naar beneden. En die is een beetje rond aan de onderkant. Dan ga je weer naar boven. Dan ga je hier ook een poot maken aan de achterkant. Dan gaat hij weer omhoog. Let op dat je hem niet te hoog doet, want hij heeft in verhouding, dus in verhouding met zijn lijf, kortere poten. En dan maak je een buik. Zo. Dan maak je een staartje, dat is een klein staartje met een kwastje eraan. Kijk. Dan heeft hij hele grote oren. Dan kun je ongeveer hier beginnen. Dan ga je omhoog en dan maak je weer een soort half rondje. Grote oren. En dan heeft hij hier zo'n beetje een oogje. Een klein oogje. Nou zul je denken, hij heeft toch geen twee poten? Nee, hij heeft er vier. Dus je kunt als je wilt hierachter nog een poot zetten. En maak hem iets korter dan de voorste poot. En je kunt hierachter nog een poot zetten. Ook die maak je korter dan de voorste poot. Nou, en je hebt al een olifant. Nou kun je hem nog versieren. Kijk, heel vaak zie je van die rondjes zo, van die halve rondjes om zijn slurfje.
En dan wordt zijn slurfje ook meteen rond. Dan heb je teentjes. Dan kun je kleine rondjes erin zetten. Ook hier, ook hier. Nou, klaar is Kees, de olifant. Zal ik er nu eens een tweede erachter tekenen? Dat is super gemakkelijk, want als je zo'n tweede erachter tekent, hoef je hem niet helemaal te tekenen. Dus ik teken hem achter die reuzenhaas, want de olifant is natuurlijk heel erg groot. En de haas heb ik ook heel groot getekend, maar dat is niet erg. Met tekenen kan alles. Dus als jij een reuzenhaas wilt tekenen, want normaal is hij natuurlijk maar zo klein, hè, zo'n haasje. Die zit op ongeveer ter hoogte van de poot. Maar het is een probeersel, dus we proberen eerst alles uit. Ik ga een tweede olifant erachter tekenen. Kijk, ik maak weer een boogje. En ik ga hem hier naartoe doen. Deze hoef ik niet helemaal te tekenen, maar ik laat hem wel een beetje hieronder door tekenen. Zie je? Dus daar staat hij al een beetje. Je tekent weer een slurf. Onder is hij een beetje smaller. Boven is hij wat dikker. Je tekent een lachenbekkie. En eentje eronder. Iets korter. Deze gaat weer terug. En zo. En daar komt de poot. Gelijk met de slurf. Die poot. Oh, ik kom tegen de slurf aan van de vorige. Doe ik hem iets verder. En ik ga hem hier zo tekenen. Hier zit zijn oogje. En hier zit een stukje van zijn oor. Kijk. Iets groter doen. De papa en de mama olifant. Hier zit zijn staartje. Maar die zie ik ook maar voor de helft. Hier zit zijn andere poot. Dus kijk, even kijken of die zo doorloopt. Hier zit zijn andere poot. Zo. En hier zit zijn tweede poot. Maar die zie ik ook niet helemaal. Zie je hoe makkelijk dat is? Ook zijn tweede poot hier. Kijk. Tweede poot. Twee olifanten achter elkaar. Wow. Nou, probeer het maar eens uit. Nu ga ik een giraf tekenen. Oké, die zet ik hiernaast. En hij moet ongeveer hier komen met zijn hoofdje. Helemaal bovenaan. Dus, ik ga beginnen met het lijf. En dat is kan je een ovaaltje doen, maar je kan ook een rechthoek doen. Ik heb even een ovaaltje. Als je dat moeilijk vindt, zo'n plat ovaaltje, dan teken je een rechthoek. Dan kun je hem dadelijk ronder maken. Dat gaat ook heel goed. De nek is natuurlijk heel erg lang. Boven is hij smal, onder is hij breed. Dus, kijk. Hij gaat lang omhoog, ietsje schuin. Hier, zodat hij hier klein wordt. En dan trek je hem zo naar beneden. En je maakt hem vast aan je platte rondje. De nek zie je al. Ook hier zet je een driehoek op, maar een liggende driehoek. Kijk, zonder punt. Als ik hem doorteken, krijg je een punt. En je gaat hier deze lijn doortrekken. Nou, heeft hij al bijna een gezichtje. Dan heeft hij hier bovenop altijd zo'n horentje met een balletje. En hier zit dan opzij zijn oortje. Hij heeft twee van die horentjes met een balletje. Dus ik teken er nog één aan. En dat andere oortje zie je niet helemaal. Dan heeft hij ongeveer hier zijn oogje zitten. Teken maar een klein ovaaltje. Hij heeft hier zijn neusje zitten. En ik maak altijd een klein lachenbekkie. Dat ziet er altijd wel leuk uit. Dan heeft hij hele lange poten. En dat is natuurlijk heel lastig. Je kunt zeggen van nou, weet je wat? Ik teken eerst een streep. En ik teken hier een streep. Hieromheen komt de poot. Ja, dus twee lange strepen. Dan denk je al van, goh, dat is wel bijna een echte giraf. Maar ik wil hem nog echter krijgen. De poten. De lange benen bestaan uit twee delen. Net zoals jouw been. Kijk maar eens naar jouw been. Je hebt een bovenbeen, dan heb je een knie en dan heb je een onderbeen. Zo heeft een giraf dat ook. En dat ga je met een soort rechthoekje tekenen die onder smal is en boven dik. Kijk, dus zo. Onder smal en dan stop je ongeveer hier. Hier zit de knie, dus dan zou je een klein rondje kunnen doen. Dan kan die lopen. Hier zit een rechthoekje aan tot hier. En dan heb je zijn tenen. Een giraf heeft twee tenen. Kijk. Zo ongeveer. Ja? Dan zit hier zijn tweede been. Zijn been is net als bij een haas en bij een hond, loopt een beetje rond aan de bovenkant. Dus hier loopt hij rond tot onderaan zijn buik. Goed kijken. Dan ga je ook door tot aan zijn knie.
Dus onder maak je hem ietsjes smaller. Hier zit weer eens een knietje. Dan ga je hem hier naartoe brengen. Dus dat hij ietsjes smallere benen krijgt. Oh, dan moet ik het wel goed doen. Zo. En dan zit hij hier weer zijn tenen. Nou, het lijkt een beetje ook op een lama. Zie je dat? Maar ik ga er een giraf van maken. Maar als je nou denkt van, hey, dat is ook, dat noem je een grondvorm, hè, wat je dit hebt getekend. Dat lijkt een lama, dus ik kan nou ook een lama tekenen. Jazeker kun jij een lama tekenen. Dan is de nek ietsjes korter en dan zit ongeveer hier zo'n koppie. Maar wij maken er een giraf van. Een giraf heeft ook een klein staartje met een kwastje eraan. En dan ga je de vlekken erop tekenen. Kijk, dan wordt het meteen een giraf. Doe je gewoon een beetje verdelen. De vlekjes erop. En hier een vlekje. En op zijn poten. Op zijn knie. Zo, dat is duidelijk, hè? Ook deze heeft natuurlijk vier poten. Dus je kunt dit nog een keer herhalen. Een rondje. En misschien zet je zijn poot wel hier naar achter. Zie je? Zijn pootje. Want hier knikt hij, hè? Bij zijn knietjes. En deze, die zet ik ook nog een keertje hiernaast. Zo, een rondje. En hier zit de tweede poot. Ook hier een paar vlekjes erop. En dan kun je hem inkleuren. Nou, giraf, zal ik hem hier ook nog een vlekje geven? Hier heeft hij vaak kleinere vlekjes op zijn gezichtje. Op zijn snoet. Kijk nou. Twee olifanten, een haas en een giraf. Nou, een lama kun je natuurlijk ook tekenen. De lama erachter. Of een alpaca. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus iets kleiner. Maar die kunnen jullie vast allemaal. Oké, ze gaan allemaal hier naartoe, want hier is het eten. Kijk, ik maak een korfje en er zit allemaal hooi in. Kan de giraf goed bij. Probeer eens of je kunt laten zien waar ze lopen of waar ze zijn. Zal ik er nog eentje doen? Zullen we een eend tekenen? Een eendje die hiervoor loopt? Oké, let op. Vogels, dus ook eenden, eenden is een vogel. Dat kun je heel goed onthouden, dat is de grondvorm. En de grondvorm is dit. En die boog, dus dat is de eerste vorm die je erop zet. De grondvorm is een ei. Zo kun je het goed onthouden. Kijk, dus, zijn lijf is een ei. Ik doe hem weer wat groter. Ja? En, dus dat is zijn buik, ovaaltje. In de vorm van een ei. Je kunt hem hier iets spitser tekenen. Of achter doen maar. Achter iets spitser tekenen dan voor. Dan heb je hier ook een ei. Hier iets spitser dan hier. Hij is een beetje klein, hè? Want ik heb een beetje een klein eentje. Dan hier het oogje. De snavel. Kijk, zo. Snaveltje. Zijn nekje. Zijn vleugeltje. Zo erop. En vaak heeft hij hier nog zo'n krulstaartje. En zijn poten, want ook hij gaat naar het eten. Kijk. De poten zijn van die vliesjes, hè? Van die zwemvliezen. En die zijn vaak, dat is gewoon zo, een driehoek. En hier zit zijn poot. Dus zijn echt van die zwemvliezen. Een eendje. Nou, zo kun je hem nog mooier maken. Oké, even kijken. Nou, ik vind hem eigenlijk wel leuk zo. Ik ben heel erg benieuwd of jullie met deze grondvorm, dus zoals je zo simpel mogelijk dit hebt getekend, of je zelf nog meer dieren kunt tekenen. En probeer er dan eens te laten zien waar ze wonen. Kijk eens waar ze lopen bijvoorbeeld. Kijk, je kunt zeggen van nou, ik zet hier een lijn. Dat is de horizon noem je dat. En dan kun je zien dat ze hier op een soort weggetje lopen naar het eten. Hier is de muur. Hier komt het eten voor de giraf en de olifanten. Oh, wacht, kijk eens. Ik ben hier nog die rondjes vergeten. Die halve cirkeltjes, zodat het slurfje mooi rond is. Je kunt zeggen van, nou, hier lopen ze allemaal. Ik zet het haasje in het gras. De olifanten ook, die zet ik ook in het gras. Misschien zet je er hier wel een hekje omheen. Oh, daar gaat mijn houtskooltje. Zo, hekje. Nee, jullie mogen niet verder. Eerst gaat de giraf eten. Ja, en dan kun je ook zeggen van, nou, ik zet hier ook een hekje eromheen. Maak er eens iets leuks van. Je kunt er zelfs een zonnetje in zetten. Maak er een mooie tekening van. Nou, jongens en meisjes, ik hoop dat ik volgende week weer bij jullie ben. En dan gaan we het dus een keer ook nog een keer proberen. Wie weet, kunnen jullie het dan nog allemaal heel erg goed. Heel veel succes en maak er wat moois van.